Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Sword and Shield Avatar Lock samen met Jordi van de Subpar Guys. Hallo. Hallo. We gaan vandaag alweer de, even denken, de vijfde gym? Zesde gym. Zesde. De zesde gym alweer doen, wat zo vlot. Ja. Ik hoop dat Ninetales het in zijn eentje kan redden. Maar daar hebben we ook in een van de eerste parts over gehad van, het is gym. Ja, gym. Precies. Het is ook echt niet zo van, hey, je hebt nu één stuk gehad, je kan nu mooi, je hebt even nu mooi even een rustig dorpje. Nee, weer gym. Ja, helaas. Ja, want we tempted je gym. Nou ja, helaas, ik vind het op zich wel fijn hoor. Ja, schiet lekker op. Nee, dat is zeker waar, maar ik vind het toch wel fijn om na een tijdje even één part of één stuk nou even rustig te hebben, dat je één dorp even in kan. Ja, dat is waar. Maar de vorige aflevering hadden wij het over dat de route waar we net geweest zijn heel vet is. Ik vind de volgende route ook heel vet. Ja, dat hele grote gebied. Ja. Ja. Vind ik ook een hele vette route. En dat is toch gewoon heel gaaf dat je zo'n surfbike hebt. Ja, precies. Dan krijg je die dan pas, hè. Dat is eigenlijk best laat, vind ik. Nou ja, laat in de game. Waarvoor had je hem daarvoor nodig? Niet echt op stukken? Nou, in de wild area om daar waterpokémon's te kunnen vangen. Vind ik sowieso wel jammer dat dat niet eerder kan, hoor. Ver. Daar geef ik wel gelijk in. Zeker omdat er heel veel water zit in het beginstuk van de wild area, zeg maar. Nee, precies. Nee, van die opzicht snap ik het wel. Maar ja, wanneer zal er een goede positie zijn geweest? Gym 3? Wanneer je gym 3 hebt gehad? Maar ja, dan heb je de bike nog niet heel lang gehad. Nee, ja, hoe heet het? Na gym 4 of zo. Ja. Nee, dat was inderdaad misschien nu wel een goede... Misschien wanneer je Opel hebt gehad en met een motorstok weer ingaat. Ja. Van, hey, het gaat goed. Hier heb je krijg een surfbike. Misschien dan. Misschien was dat een beter moment geweest. Nou ja. Maar ja, ik had Milan nog iets beloofd, een paar parts geleden. Je vroeg naar de oorsprong van mijn oorspronkelijke naam, Dark Liverpool. Mm-hmm. Nou, even een klein geschiedenislesje voor de mensen die mij alleen kennen van PRD. Milan, heb je enig idee wanneer mijn allereerste video uitkwam? Nee. 30 oktober 2011. Echt? Ja. Die van ons, 27 oktober 2012. Ja. Laat ik even heel eerlijk zijn, voordat ik echt fatsoenlijk deed, was ook voor mij pas begin 2012, maar... Oké. Okay. Nou, ja, hoe heet het? Wij hebben een jaar daarvoor ook een ander kanaal gehad, maar dat hebben we toen ook verwijderd. Ja. Maar goed, ga verder. Ik ben benieuwd. Laat ik zo zeggen, ik was echt zo'n jongen op de middelbare school die gewoon totaal moeite had met vrienden zoeken. Ik was geen Call of Duty persoon. En dat was wel, in die tijd was het echt wel hip om te zijn. Dus ik was ook wel echt gewoon een Pokémon spelen, RPG spelen, maar dat matchte totaal niet. Mm-hmm. Dus ja, werd ook flink om gepest die periode. Oké. Okay. Dus dat was geen hele leuke tijd voor mij. Daarnaast... Nee. Ja, in de huidige periode hoor je heel veel mensen die al praten over van zelfmoordpoging, al die dingen. Ik maak het even heel duister, sorry daarvoor. Ja. Maar die gedachten liep ik ook mee in die periode. Oké. Okay. En daar kwam een beetje de hele naam vandaan van Dark Liverpool. Dus echt letterlijk, het is een dark, duister leven en ja, je moet er maar gewoon mee dealen. Ja. Oké, okay. Dus dat is een, interessant verhaal, ja. Ik ga niet op hele kleine details zitten, want... Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Nee, daar ga ik echt niet op in. Maar de grootste reden is gewoon dat ik gewoon geen aansluiting had. Want ik was echt iemand die met Final Fantasy dingen bezig was, of met Pokémon, of anime. Mm-hmm. En op de middelbare school in die tijd was het gewoon van, nee, not done. Ja, precies. Ja, nee, dat klopt. Als je geen beetje heel slecht, maar als je geen VI keek, niet op voetbal zat en geen voetbal keek en geen Call of Duty speelde, had je totaal geen aansluiting met de mensen. Mm-hmm. Nee, dat klopt. Dat geloof ik wel. Met de jaren is het wel anders geworden. Op HBO heb ik gewoon met een paar mensen gewoon fucking anime de dag gekeken, maar
Middelbare school, maar dat komt ook omdat op je vervolgopleidingen mensen ook volwassener worden. En mensen ook begrijpen van dat je gewoon ook interesses hebt waar je niet voor hoeft te schamen, zeg maar. Snap je? Nee, precies. En dat was een beetje het hele ding ook. Mm-hmm. Nou ja, om dan even de andere namen langs te gaan die ik heb gehad, want ik heb genoeg kanalen gehad. Mm-hmm. Retro Dutch is een hele makkelijke. Retro Games, we zijn Dutch. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Ja, dat is wel easy, ja. Andere is Pokerunner D, omdat oorspronkelijk de naam uiteindelijk alleen maar kwam uit... Hey, we gaan dit kanaal gebruiken voor de Pokémon Generations. Het is een run. Pokerun. En je weet ook in de tijd van 2012, 2013 was het echt een ding om HD, de naam of wat een jaartal neer te zetten. Mm-hmm. Dus daarom Pokerun HD. Ja. Ja, dat klopt. HD was wel echt een dingetje. Ook door dagelijks HD en zo. Precies. Het was echt een... Oh. Deze video wordt goedgekeurd door dagelijks HD. Echt zo slecht. En de laatste, de Subpar guys. Ja, de makkelijkste antwoord daarvoor is... Weet je wat Subpar is? Nee. Ik zat ook nog een beetje te bedenken waar dat vandaan zou komen. De meest makkelijke daarvan is ondergemiddeld. Oké. Okay. En het meer te maken omdat je net als met golf op je par, dat is gemiddeld, zeg maar. En dan subpar, dat is dan onder of boven gemiddeld. Onder het gemiddelde zitten. Ja. En dat is een beetje de grap, want niemand van onze groep is super goed in games. Ik kom op zich wel door met RPG's, Sam komt wel door met platformers en Zelda games. Mm-hmm. Maar niemand van ons is super goed in games. Mm-hmm. Dus daarom subpar. En we zijn met z'n middelen dus guys, subpar guys. Ja, oké. Okay. En deels is het ook een beetje afgeleid van... ik weet niet, zegt Chugga Conroy jou iets? Nee. Is dat anime? Nee, is een YouTuber die het ook al een periode doet. En die heeft een kanaal genaamd The Runaway Guys. Oké. Okay. Dus wink wink, nudge nudge. The Runaway Guys, oké. Okay. Ja, het zegt mij niks, maar... Dus ja, daar is een beetje die naam vandaag gekomen. Oké. Okay. Tenminste, de namen. Mm-hmm. Ben je al bij Melody eigenlijk, of niet? Jij wel? Ik denk bijna. Heb je al een stuk gehad met Mist? Nee, daar kom ik nu. Ja. Dit is kut. Dit was ik helemaal vergeten. Ja, je moet het doen op basis van trillingen, dus succes. Ja. Nee, ik ben eigenlijk aan het uitdagen met mijn Greedent. Het is ook zo van, ik weet niet wat ik hier moet doen. Gebruik. Ja. Maar ja, die heeft een beetje moeite mee om een beertick te killen. Oké. Okay. Dus ik ga niet... Ik hoop dat het lukt. Niet langer meer riskeren. We gooien er een bel tegenaan. Weet je wat er gebeurt? Nou. Mijn koptelefoon viel van mijn hoofd af. Gelukkig geen cam, want dat zag er echt heel erg lullig uit. Ja, ik ben echt niet iemand van cams. Nee, dat merk ik trouwens ook aan jou. Ik vind eigenlijk wel dat het er een beetje bij hoort tegenwoordig. Ook als ik, zeker als ik kijk, zeg maar, vind ik het heel fijn als iemand ook een facecam heeft. Ik was altijd een hele grote fan van Serpent Gameplay. Ben ik nog steeds wel, maar hij maakt eigenlijk niet zo heel veel... leuke video's meer, maar vroeger was ik echt fan van hem. En dat kwam eigenlijk vooral omdat hij, zeg maar... hij ging niet altijd mee met de hype games, weet je wel. Hij pakte gewoon games die hij leuk vond. En die ging hij dan spelen. En daar hield ik wel van, want zo... Dat vonden Justin en ik ook altijd van... Wij spelen gewoon waar we zin in hebben. Het maakt ons ook niet uit of we groter worden of niet. Want we willen gewoon doen wat we leuk vinden. Niet per se wat op dat moment... hip is, zeg maar, om te doen. Nee, precies. En dat deed hij ook. Alleen op een gegeven moment ging ik ook gewoon zijn video's niet meer kijken. Omdat hij ook geen facecam deed. En ik dacht van, ja, weet je. We zitten nu al in de tijd van dat het best wel een soort van standaard is. Kijk, wij zijn klein, dus bij ons maakt het niet heel veel uit. Maar als hij zeurde altijd van, ja, ik heb nog steeds geen 100.000 abonnees. Van ja, maar misschien moet je dan een keer denken aan om een facecam te gebruiken, zeg maar. Kijk, de grootste reden waarom wij geen facecam doen... is eigenlijk met twee dingen te maken. Eén, niemand hoeft naar onze rotkop te kijken. Dat is één. Oh ja. Oké, slechte reden, maar nee, de grootste reden voor ons eigenlijk om het nog steeds niet te doen,
is... Mm-hmm. Heeft vanavond te maken met ons voor de templates. Want wij vinden... Bij ons is altijd gameplay belangrijker dan... facecams. Oké. Okay. En... Niemand van ons vindt het echt fijn om op beeld te staan voor een webcam. Oké, okay, dat kan, dat kan. Hoe heet het? Dat is voor iedereen is dat natuurlijk... Hoe heet het persoonlijk? Kijk, ik heb er op zich geen probleem mee, maar... Ik wil er geen gewoonte van maken. Om dat erin te stoppen. Oké. Okay. Want bijvoorbeeld nu... dus even... Waarom heeft iedereen crunch? Waarom? Omdat ze jou haten? Echt, dit stukje met mist is echt super lastig. Nee. En nee, de setup voor mij ook momenteel nu is... Ik heb mijn twee laptops aan mijn linkerkant staan. Zodat ik precies naar mijn beeld kan kijken. Ik record niet van mijn Elgato. Kan het wel doen? Ja, maar jij hebt ook geen interne Elgato, toch? Nee, klopt. Maar ik kan het wel, dat scheelt zo, ook. Ik kan het wel zo klaarzetten dat ik het gewoon kan opnemen. Maar als ik het nu zou moeten mm-hmm. doen... Zou ik mijn webcam moeten aansluiten direct op mijn tv. Ja. En dan van mijn tv weer naar mijn laptop. Ja. Niet echt een ding. Oké. Okay. Ja, nee, ik ben er super blij mee dat ik zo'n intern heb... en dat ik gewoon van de OBS kan afspelen, zeg maar. Mm. Maar hoe het eerst heb ik het ook heel vaak met een externe Elgato gedaan. Dat gaat ook gewoon prima. Ja. Nee. Oké. Okay. Ik heb het eind van de ding gehaald. Ja, ik ben al bezig met het miststuk. Nee, en voor ons, de allerlaatste reden is... De, ik noem maar even de PRD commentary stijl, is podcast stijl. Oké. Okay. Dus wij kunnen voor een half uur lang gewoon... half uur, uur of twee uur gewoon lullen mm-hmm. over één onderwerp. Mm-hmm. En ons idee is dat we mensen gewoon in de achtergrond zetten... met andere dingen bezig gaan. Mm-hmm. Oké. Okay. Dat is een beetje ons idee altijd. En... Oh, gods. Ja, het miststuk is echt niet leuk. Nee. Ja, dat is een beetje gewoon het hele idee waarom we geen webcam doen. Ik kijk... Oké. Okay. Een ander iemand... Kijk wel, die ook één of twee series heeft gedaan op PRD destijds. En die mm-hmm. heeft ook webcam. En ja, je kan bijvoorbeeld naar een Nuzlocke en wil kijken naar de reacties van de persoon wanneer iets doodgaat of wat dan ook. Maar ik ben ook niet van het overdrijven als een Pokémon doodgaat. Zeg van... Oké, okay. Kut. Maar ik ga niet schreeuwen. Ja, nee, maar schreeuwen is ook niet nodig. Maar ik kijk bijvoorbeeld A-Drive, zeg maar. Die ken je wel, denk ik, hè? A-Drive ken ik wel, ja. Ik ben net klaar. En ik ben net klaar met het stuk. Oh, top. Ik ga nu tegen de eerste Pokémon van Melody. Dat is een Frostmoth. Ja, dan maar kom ik langzaam als ik aan. Ik kijk dus A-Drive en die verdiept zich wel... Of die zit wel echt helemaal in de game. Hij vindt het ook soms echt jammer. Al, ook omdat hij best wel goed is in Pokémon, zeg maar. Haat hij het echt als er iets gebeurt waardoor een Pokémon doodgaat, zeg maar. Ja. En hij doet dan niet per se overdreven. Oh, wat erg. Maar hij vindt dat wel kut, zeg maar. Dat kan je ook echt heel duidelijk zien. Ja. Klopt. Maar ook van die Poketubers... En ik vind het echt nog steeds een rotnaam om te zeggen, maar het is de makkelijkste containerbegrip ervoor. Ja, maar waarom vind je dat een rotnaam om te zeggen? Net zoals met influencers. Of content creators. Ja, maar het is wel duidelijk wat het is. Het is duidelijk, maar ik vind het zo'n... Kijk, weet je, ik vind dat beter dan dat ze elke YouTuber een vlogger noemen. Dat is ook weer waar. Nee. Maar ja, meer van de Poketubers overdrijven altijd zo... heel erg van dit ding gebeuren. Dus ik zo van... Ja, maar dat wil ik niet doen. En als ik dan een webcam op ga zetten... ben ik bang dat mensen dat gaan verwachten van... ga overdrijven. Oké. Okay. En ik heb echt wel zo'n... ik heb echt wel zo'n resting bitch face. Oké. Okay. Dus... Nee, ik heb wel van... Ik vind... Ik baal altijd als ik een shiny reactie zit te kijken. Dan... Ik snap niet dat mensen daarvan... Oh yeah, een shiny. Dat snap ik niet. Dat snap ik niet. Dan, hoe kan je maar zo minimaal reageren op het vinden van de shiny, zeg maar? Kijk naar mij. Ja, ik heb jou nog nooit een shiny zien vinden, dus ik weet niet hoe dat gaat bij jou. Maar ik vind... Rustig. Kijk, ik ga niet schreeuwen, maar ik denk wel van... Oh, wat vet, een shiny, zeg maar, weet je wel. Je hoort echt wel aan mijn stem van dat ik het echt heel vet vind dat ik een shiny heb gevonden. Nee, een van de mooiste dingen, maar die serie moet nog online komen... Was mm-hmm. ik met Harm was ik Let's Go een Professor Elm Challenge aan het doen. Waar je gewoon een hele living decks moet maken. Maar je dan niet die stomme regel hebt dat je eerst alles moet evalueren voordat je de gym haalt.
Ja. Had de Professor Oak Challenge. En okay. Ik zat gewoon even te kijken van... Is dat een Nidoran female? Maar dat klopt volgens mij niet. Huh. En dan is het een Nidoran male. En dan zie ik van... Oh! Gaaf. Maar dat is heel rustig. En dan is het een beetje... Oh! Mm-hmm. Shit. Had ik niet verwacht. Ja. Ja, ik ben wel van... Oh, yeah! Ja, ik totaal Maar ik ben dan niet overdreven. Dan voel ik dat echt zo, zeg maar. Mm-hmm. Ik was even vergeten dat haar ace een Lapras is. Ja, weer. Op zich, Lapras gun ik. Lapras alleen gun waarom, ik echt waarom is het max. geen Galar Pokémon, zeg maar. Ja, dat snap ik ook niet. Even kijken, doet 50 damage als low roll. Ja, kan misschien net. Nee, klopt, want haar zoon, ik ben namelijk van de zoon, heeft een Rock Gym. En die heeft wel een Gigantamax Colossal. Ah. Is dat haar zoon? Dat is haar zoon. Heftig. Er is ook wel een beetje wat familiedrama tussen die twee. Opnieuw, lees de leercards. Maar... Ja, er zit gewoon wat familiedrama tussen die twee in, maar... Mhm. Wat? Trouwens, shit, als hij een ijsaanval doet, ben ik fucking hard genaaid. Oh, gelukkig. Of jawel, Geyser. Nee, dat is water, hè? Geyser is water. Oh, dan heb ik echt geluk dat hij geen ijsaanval doet. Oh, je hebt ze alle drie al gehad? Ice Cube, Darmanitan en... Ja, ik ben nu tegen Lapras. Ik nice. Heb hem, als het goed is, heb ik hem nou verslagen. Ik heb nog deze hele serie nog nooit zo weinig... moeite gehad met een gym als deze. Ja, maar deze stel ik niet zo veel voor. Mm. Oké, Melody is verslagen. Nice, dan ben ik nog bezig. Rustig. Ja, ach. Deze doe ik op zich ook heel rustig, want ik heb niet echt heel veel mogelijkheden in deze. Nee, precies. Dan moet je maar gewoon proberen om er gewoon doorheen te komen. Dan is het al goed genoeg. Nou, kijk, ik heb een Bonzong, de Steel type. Maar ja, zat wel een Galarian Darmanitan die Ice Fire wordt. Yep. En die heeft me wat damage gedaan. En dat was niet zo van... Jee, dat valt mee. Het was meer zo van... Als hij twee high rolls krijgt, ben ik dood. En ik weet hoe een Ice Cube werkt, dus daar kan ik ook niet meer bijvoorbeeld met een Brick Break doorheen. Goed, ijsje verslagen. Dan ga je even naar Pokémon Center. Hoeveel doet dit? Ze hebben elke keer als je een gym hebt verslagen iets van een cutscene als je naar buiten loopt, hè? Ja, maar vaak ook eentje als je er binnen loopt. Ja. Dus aan beide kanten van het spectrum is het. Ah, jongens. Laat me doorlopen. Ja. Ik flik nog even een hype potion in. Maar bij jou is nog niet de drang om je team op de kop te gooien? Nee, eigenlijk vind ik het wel prima zo. Als ik hiermee het einde haal, ben ik helemaal tevreden. Ik ga eigenlijk alleen er wat uit... Ja, misschien wil ik Diggersby er wel uithalen. Omdat ik gewoon niet zo fan ben van die Pokémon. Maar ja, ik zou niet weten waarvoor. Man. Diggersby had je er ook alleen maar ingedaan vanwege Kaboel. Ik vind het op zich ook nog steeds knap dat je hem nog steeds erin hebt zitten. Maar ja, wat doe ik er dan in, zeg maar? Ja, klopt. Want het is normal ground. Nou ja, als verandering... Ik zou dinges erin kunnen zetten. Flygon. Ik heb nog geen Dragon Pokémon in mijn team, terwijl ik dat wel mag. En op zich, Flygon is niet verkeerd. Dragon Ground. Noibat kan ook nog. Fly Dragon. Ik heb ook nog geen Fly Pokémon, denk ik. Dus... Noibat wordt wanneer Noivern? 45? Ja, zoiets. Maar als die... Nou, dan heb ik eigenlijk de Ice Cube dood en is nu alleen nog maar tijd voor de Lapras. Ik ga even wat candy gebruiken, even kijken hoe ver ik kom. Nou, waarschijnlijk is de Lapras sneller, ja. Earthbound.
Gigantamax Lepras. Puur qua move die ze krijgt, is de beste, een van de beste Gigantamax, maar qua typing is nog steeds een van de slechtste. Mm-hmm. Trapping heeft geleerd. En Vibrava. A damaging Aurora Veil. Oeh, hoor je me nog opeens nog aan het focussen? Ja, ja, ja. Jawel, maar ik praat ook tegen jou. Hoor je mij? Hallo? Geen idee of Milan me nog hoort. Maar ik hoor Milan wel. Ik hoor hem typen. Ja, ik hoor jou ook. Mooi. Oh, oké. Okay. Nee, oké. Okay. Nee, gelukkig. Je had opeens over Kenny. Ik denk van, oh, oké. Okay. Nou, misschien is je van focussen op Kenny. En toen hoorde ik niks meer. Ik dacht van, the fuck? Jawel, volgens mij zei ik wel wat. Maar dat zal wel. Maar in ieder geval, jij had het over een Aurora Veil die... Ja, die damage doet. Huh? Maar Aurora Veil is toch een soort Air Protect. Ja, nee, daarom noem ik het ook een Damaging Aurora Veil. Dat is de G-Max, okay. dat doet de G-Max move van... Oké. Duidelijk, nu snap ik het. Van Lepras. Want je weet zelf wel, want je hebt Alolan Nightos, heb je S6 gebruikt in de draft. Je weet zelf wel hoe goed een Aurora Veil is. Ja, ja, dat weet ik zeker. Daar moet ik nog heel vaak aan denken. Nou ja, en reken dan maar even door van... Hey, nu doet ook nog damage. Ja. Vibrava evolueert in een Flygon. Oké. Over met deze. Dan krijgen we G-Max Resonance. Ja, ik ben minder bang voor zijn ijsmoves en meer bang voor zijn watermoves. En... Oké. Ja. Nee, want... Gaat het ook hagelen met dit, of is het alleen... Nee, het is alleen Aurora Veil. Oh. Goed. Ik heb nu een Flygon in mijn team. Nice. Omdat jij een hele goede opmerking maakte, dus daar ben ik wel blij mee. Ja, want als je zou moeten vergelijken, maak de keuze tussen Neuvern of een Flygon. Ja, dat... Mm-hmm. Sorry, maar Flygon wint. Yup. Want Neuvern kan heel goed zijn, maar Neuvern heeft soms wel een beetje support nodig. Mm-hmm. Want hij heeft Dragapuls, hij kan Hurricane, U-turn, al die dingen kunnen hem wel helpen. Maar heel veel van die dingen zit allemaal net niet. Ja, precies. Oké, weet je wat? Bosom kan geen surf betekenen, dus we gaan even healen. Voor jou is het nog best wel een pittige battle, of niet? Ja, maar ging ik op zich al vanuit. Hou even rekening mee. Met types zijn Flying, Psychic, Ghost en Fairy. Geen van die vier types resisten water of ijs. Mm-hmm. Dus dan is het al heel snel voor mij van, ja, hoe los ik dit op? Want de enige die echt een hit kan tekenen voor mij is Bronzong. Maar ja, die vindt niet fijn om een surf te tekenen. Nee, precies. Die verliest een goede half AP daarvan. Ja, nee, dan dat zou ik toch ook niet riskeren dan. Dus, we gaan weer naar onze goede oude vriend. Credent. Hey, dat beest blijft toch, zolang hij leeft, blijft hij erin zitten. Ja. Yeah. Greenland is gewoon mijn starter. Doordat hij een keer een brick op zijn gezicht krijgt. Ja, maar dan gaan we ook huilen. Ja. En dat was Melanie. Ja, netjes. Ja. Het is ook even dit damage doen, want die Lepras was bij mij ook zing aan het spammen na een periode. Nou. Even nog ijsje wind van haar krijgen, dan zijn we ook weer klaar voor vandaag. Yes. En dan kunnen we de volgende aflevering weer met Hop vechten. Waterbike krijgen. Ja, jong, we moeten weer met Hop vechten. Blijven met Hop aan het vechten. Ja. Zo wel, ja.
En ik moet weer wat nieuwe candies gaan fixen, denk ik, binnenkort. Ja, same. Alles is naar McLaren Rapidus gegaan, die ik totaal niet heb kunnen gebruiken in deze, want Rapidus is ook niet bulky genoeg. Ik heb wel een redelijk sterk team. Ik heb een Colissapot, Galarian Rapidash en een Grimmsnarl. En mijn enige tankmons zijn een Bronzong, een Galarian Weezing. En op zich Greedent, want Greedent heeft 173 AP. Wat op zich best aardig is, maar het is bijna niet echt bulky. Nee, precies. Toegeven, Weezing heeft een defense van 122. Maar alsnog. Ja, Weezing is ook een beast. Dat is niet echt een optie tegen een Lepros. Maar ja, dat was hem. Nee, precies. Hey, heel erg bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zien we jullie heel graag bij de volgende aflevering. Vergeet niet te abonneren op zowel Shine Sprites als de Subpar Guys, sorry. Van Jordi. En dan zien we jullie de volgende aflevering weer. Adios, amigos.